Als jij je richt op de essentie van dingen en niet op al die details en al die ruis daaromheen, dan kan jij veel sneller en veel makkelijker de dingen leren die jij wil leren en de dingen bereiken die je wil bereiken. En vaak met een veel beter resultaat. Hoi, ik ben Jelle. En ja, ik zoek graag naar de meest makkelijke manier om dingen te doen. En ben ik daarom een lui persoon? Nou, op mijn middelbare school had ik een ongelofelijke clash met het hoofd van mijn school. En die zei, je moet echt een keer discipline leren, je bent zo lui. En ik hoor wel van meer mensen van, ja, je bent echt wel een lui, doe het gewoon. En dat ben ik ook. Dat geef ik graag toe. Maar vroeger vond ik dat echt een groot probleem. Ik dacht, ik ben gewoon te lui om me echt in te zetten om wat te leren wat ik niet wil leren. En wat moet er dan ooit van mij terechtkomen? Toen ik 10 was, wou ik een rockster worden. En ik stond op een gegeven moment in een gitaarwinkel en ik had zo'n prachtige elektrische gitaar om mijn nek heen. En ik zag mezelf in de spiegel en ik vond het helemaal geweldig wat ik zag. En ik zag me al helemaal op zo'n podium als dit met een rockband loeiharde rockmuziek maken. Maar zei de meneer van de gitaarwinkel, als jij gitaar wil leren spelen, moet dat op een Spaanse akoestische gitaar. En je moet op gitaarles. Nou, en ik kwam op gitaarles en het eerste wat ik leerde was noten lezen. En ik speelde liedjes zoals Vader Jacob. En dat noten lezen was ingewikkeld en het, ja, daar kon ik me echt niet toe zetten. En die liedjes die ik speelde vond ik al helemaal verschrikkelijk. En dat rockmuziek leek zo ver weg. En ja, de gitaarleraar zei ook, ja, maar dat komt pas over een paar jaar, je moet eerst dit leren. Nou, en toen ben ik maar weer van gitaarles afgegaan. En ik was zo teleurgesteld, want die droom om rockster te worden zou nooit uitkomen. En eigenlijk nog 2 jaar eerder wou ik nog het tegenovergestelde van rockster worden, toen wou ik een moestuintje. En op een gegeven moment had ik een stukje grond in mijn ouders tuin, daar had ik wat groentjes in gezaaid. En toen kwam ik erachter hoeveel werk dat was. Je moet echt die grond gaan spitten en er komt allemaal onkruid op. En echt na 3 weken had ik echt een tuin vol onkruid en mijn groentes waren sowieso wel dood. Dat weet ik wel zeker. En nou, ik kon me er gewoon niet toe zetten om elke dag daar zwaar werk te gaan verrichten. Dus heb ik toen ook maar weer mee opgehaald. Echt wel heel lui lijken. En de ommekeer in mijn leven kwam toen ik 14 was. Toen dacht ik van, hé, dat lui zijn kan me misschien wel wat brengen. Want ik had ergens gelezen dat je met een website geld kon verdienen. En ik wist helemaal niet wat ik wou woorden laten. En ik dacht, ja, als ik dan een website heb waarmee ik geld verdien, hoef ik helemaal niet te werken. Dat sprak mij heel erg aan. Maar ik wist nog niet waarover ik die website dan zou maken. En toen kwam ik heel toevallig op het boek Squarefoot Gardening. En dat is gemaakt door een Amerikaan die precies dezelfde frustraties heeft met tuinieren als wat ik 6 jaar daarvoor had. En hij dacht, waarom is het tuinieren nou zo moeilijk? Waarom maken we dat nou zo moeilijk? Want eigenlijk, in de essentie, hebben planten maar 5 dingen nodig. Dat is lucht, zonlicht, water, voeding en ruimte. Nou, en als we die planten precies dat geven, waarom moet het dan nog moeilijk zijn? En hij heeft daar een geniale oplossing voor bedacht. Ik heb het hier een beetje uitgetekend. Hij heeft een bak, die vult hij met de ideale aardmix. Die mix die voedt de planten, die houdt goed water vast en die is lekker luchtig. En dat zijn eigenlijk al 3 punten die planten nodig hebben. Nou, dan verdeelt hij die bak in vakjes van 30 centimeter. En aan de hand van die vakjes heeft hij een soort systeem dat de planten precies genoeg ruimte hebben. Dat je ze precies genoeg ruimte geeft. Nou, en als je die bak dan ook nog in het zonlicht zet, dan heb je alles wat planten nodig hebben. En zonder het zware werk van aarde ploegen en onkruid en zo. En dan is het in één keer leuk. En kan werkelijk waar iedereen op deze manier tuinieren. Dus ik dacht, dit is zo briljant. Hier ga ik mijn website over maken. Hij heeft me natuurlijk wel even gevraagd en hij vond me een hele schattige jongen van 14 jaar, dus dat mocht. En nu, 5 jaar later, is het nu mijn bedrijf geworden. En heb ik denk ik wel 10.000 Nederlanders aan het moestuinieren geholpen. Mensen die gewoon echt nooit hadden gedacht dat ze een plant kunnen laten leven, hebben nu gewoon courgettes en tomaten in hun tuin staan. Dat is helemaal geweldig. En ik ben niet meer zo geïnteresseerd in het tuinieren. Ik vind dat wel leuk hoor, maar het gaat me meer om die mensen verder helpen. En mensen zeggen ook wel dat ik een moestuingoeroe ben, want ik heb bijvoorbeeld mijn eigen moestuinboek. Maar eigenlijk als nou iemand geen groene vingers heeft, of weinig van planten af weet, dan ben ik het. Dus ik zeg ook altijd, als ik het kan, dan kan jij het ook. Nou, wil je nou meer weten over die manier van tuinieren, ga even naar www.makkelijkmoestuin.nl. Maar hiernaast doe ik eigenlijk nog een heleboel dingen. En ik heb van die makkelijke moesten heb ik zoveel geleerd. Want wat het eigenlijk doet, het haalt puur de essentie uit tuinieren. Puur het nodige.
En dat pas ik nu eigenlijk overal toe in mijn leven. Ik ben hiernaast grafisch vormgever. Ik had laatst een opdracht om voor probleemjongeren bepaalde problemen aan te duiden en uit te tekenen in heel weinig tijd. En een van die problemen was discriminatie. En voor mij is discriminatie in de essentie, iemand mag iets niet, omdat hij bepaalde eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld iemand komt de club niet binnen, omdat het van een bepaalde afkomst is. En ik dacht, dat doe ik alleen in de tekening. En voor de rest laat ik alle details weg. Je ziet hier bijvoorbeeld, die uitsmijter heeft niet eens voeten. Dat bespaart me ongelooflijk veel tijd en misschien is hij daardoor juist versterkt. Nou, en ik heb op een vormgeversopleiding gezeten met klasgenoten die veel beter konden tekenen dan ik. Je ziet, ik ben niet de beste tekenaar, maar op de een of andere manier werkt het wel. En de opdrachtgever, die was super tevreden. Maar mijn klasgenoten, die vaak gewoon soms wel technisch perfect konden tekenen, die verloren zich eigenlijk in alle details. Als ze zo'n opdracht zouden krijgen, zouden ze bijvoorbeeld kijken naar de broek, hoe dan de kreuken daarin zitten, en dan zouden ze echt super lang mee bezig zijn. En op een gegeven moment kwamen ze dan achter van, maar het oorspronkelijke idee waar het eigenlijk om gaat, ben ik nu voorbij. En dan hebben ze er al zoveel tijd zitten dat ze niet meer overnieuw kunnen beginnen. En als je eerst richt op de essentie van dingen, dan kan je heel snel zien of je idee werkt. En als het niet werkt, kan je heel snel weer overnieuw beginnen, met daar ook motivatie voor. En dit slaat natuurlijk niet alleen op vormgeving, dit slaat werkelijk waar op elk ding in je leven eigenlijk. Bijvoorbeeld, op deze manier bespaar ik heel veel tijd, wat ik dan kan besteden aan hem nog perfectioneren, of er toch voor kiezen later details goed te voegen. Maar ook voor leuke dingen, zoals bijvoorbeeld uitgaan. En dat is een van mijn favoriete bezigheden. En je mag dit niet aan mijn vrienden vertellen hoor, maar als ik uitga, dan vind ik het ook heel leuk om naar de essentie te kijken van menselijk contact. Als ik bijvoorbeeld een jongen in een kroeg zie die een meisje wil versieren, dan kijk ik naar wat in de essentie werkt. En als ik dan later zelf in zo'n situatie zit, dan kan ik dat toepassen wat werkt en is mijn kans van slagen een stuk groter. Maar goed. Jongens, wat is nou voor jullie, wat kunnen jullie hier nou zelf voor meenemen? Wat is eigenlijk nou het moraal van dit verhaal? Weet je, als je wat wil leren, als je wat wil bereiken of wat doen, moet doen. Zelfs wat moet doen waar je ook niet wil. Kijk dan naar de dingen die daar van essentieel belang voor zijn. Dat is misschien een heel flauw voorbeeld, maar als je een verslag moet schrijven, kijk dan eerst naar die dingen die daarin moeten. Want anders zou het niet een afverslag zijn. En ga dat eerst doen. En al die details eromheen, die kan je dan later toevoegen. En soms kom je erachter dat die misschien wel sterker is zonder al die details. En als je wat wil leren, kijk dan naar die dingen die voor jou belangrijk zijn, die jij wil leren. En dan eigenlijk de dingen die je traditioneel eerst had moeten leren, die komen later wel. En soms kan je die zelfs ook weg. Nou, en zo leef ik nu een beetje mijn leven en dat heeft me echt mooie plekken gebracht. En nou ja, op een gegeven moment zat ik me nog zo van met de gitaar. Weet je, ik wil toch gewoon rockster worden. Dus ik ben teruggegaan naar diezelfde gitaar en ik heb gewoon lekker toch die elektrische gitaar gekocht. En ik ben eens gaan kijken naar wat wil ik leren. Ik wil alleen maar rockmuziek leren. Dat leek me hartstikke leuk. En in de essentie bestaat rockmuziek, in de basis, maar uit een paar akkoorden. Dus die ben ik gewoon als een malle gaan leren. En dat was heel moeilijk, want eigenlijk zijn dat best wel geavanceerde akkoorden en ik had niet voorkennis van gitaar spelen. Omdat ik dat zelf zo graag wou, heb ik binnen no time die akkoorden geleerd. En toen was het in één keer superleuk. Toen kon ik ook improviseren met vrienden, echt superleuk. En dan, de grap is dat je dan steeds beter wordt in gitaar spelen. En dan die dingen die je eigenlijk eerst had moeten leren, zijn dan super makkelijk. Nou, dus die komen er dan achteraan eigenlijk. Nou, en misschien gaat dus mijn volgende TED-talk wel over hoe word je nou een rockster op de meest makkelijke manier. Jongens, bedankt voor jullie aandacht.